Even een bouwmomentje. We maken een aardige sprong. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en het zonnetje gaat precies schijnen. We lopen naar school. We hebben samen school vanochtend, hè? Deze ochtend. We gaan naar school naar de kinderboerderij en ik ga mee als hulpouder. En het is heel leuk, want dit jaar is mijn groepje en Thijs ook. Oh, wat gezellig. Ik heb Thijs uitgekozen een keer. Dat is wel echt heel leuk. Daarna aansluit het ook te overblijven, dus ik ben voorlopig op school. Dus ik ben ergens pas in de middag weer thuis. Maar goed, we hebben er zin in. Ik weet niet of ik dadelijk kan filmen alleen. Hey, dat mag niet zomaar op school. Nou, ondertussen bijna 14:15. En ik ben thuis. Ik ben echt moe. Het was wel echt heel erg leuk. Met de kindjes op de kinderboerderij. En je had zeg maar kaarten. Eén kleur waren allemaal dieren. En dan had je elke keer dus een dier waar je naartoe kon. En dan stonden er allemaal vragen over en dingen die ze konden zoeken of bekijken of horen. Allemaal dingen van de kinderboerderij, dat was dan een andere kleur. Dan had je nog een andere kleur weer. En dat waren bijvoorbeeld allemaal neuzen, over allemaal neuzen van dieren. En dan moest je al die dieren zoeken. Dus eigenlijk een soort speurtochtachtig. Nou, dat is heel erg leuk daar in de speeltuin. Nou, dat vinden kinderen natuurlijk helemaal geweldig. Dus het was echt heel leuk. Daar naar de overblijf gedaan. Maar ik ben wel even moe nu. Ik heb ook echt heel erg veel gelopen. Ik denk dat ik de avondvierdaagse 3 keer heb gelopen in 1 keer. Dus even snel een momentje voor rust. Ik heb nog een uurtje. Zodat ik even een kwartiertje zitten. Even proberen nog wat in huis. Want het is echt een troep van de afgelopen week. En dan ga ik ze eigenlijk alweer halen. Dagen kunnen zo vliegen. Ik heb dit kleine wurmpie weer uit school opgehaald. En heel even snel... Ja, even snel de speeltuin in en dan naar huis. Nou, we zijn thuis en ik moest even wat te doen hebben voor Sierra. Dus ik heb echt iets heel leuks gevonden online. Ik heb kruiswoordpuzzel. Hij is eigenlijk een beetje groep 3-4 niveau. Maar het gaat wel heel goed. Dus dat ben ik nu aan het leren. Echt zo schattig. Waar is cijfertje 4 gevonden? Ja, wat is de vraag bij 4? Nee. Ja, mag ook. Wat je kan doen, dan zet je heel dun een streepje door 2. Van die vraag heb ik al gedaan. Door het lijntje. Dan weet je dat je die al hebt. Welke ga je dan? Je kan eigenlijk elke zin kiezen die je wil. Zo, en nu tijd om te gaan eten. En we gaan lekker pannenkoeken eten. Ik heb er zo'n trek in. We maken een aardige sprong, want ik was met beelden aan het inladen en ik verwijder per ongeluk net de beelden tussen wat jullie laatst hebben gezien en nu. Dus ja, dat is gewoon kak, maar ik kan er weinig aan doen en ze zijn weg. Dus het is weer 's avonds laat, dus ik ga nog even wat eten. En heb ik vandaag dan nog wel, ja, ik heb wel iets gefilmd. Ik was natuurlijk vanochtend en begin van de middag ook al weg, dus er valt wel wat uit. Ja. Oh, ik was gewoon helemaal vergeten dat ik deze nog heb. Die zijn zo lekker. En nu ga ik lekker slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!